gehad. Hij kwam hier wel op het zwaarpas. Ja, ik ga zo dachten met jou. Nee, jij zou toch Oscar van voetbal houden. Helemaal vergeten. Ik loop nog even terug. Buurvrouw? Buurvrouw? Ik mag wel Gerda noemen hoor. Oh ja, natuurlijk. Gerda. Wat is er aan de hand? Maya. Oh ja, dat was het. Maya. Ik was vergeten dat ik om 3:30 Oscar op moet halen. Oscar? Ja. Mijn zoon. Heeft u een zoon? Ja, dat heb ik u toch verteld? Alles goed, buurvrouw? Ja, sorry. Ik heb het de laatste tijd wel vaker. Ik vergeet dingen. Mijn man is pas overleden en ik ben nogal in de war. Dan gooi ik de nieuwe krant bij het oude papier of ik ga op mijn sloffen naar de supermarkt. Nou, dat geeft toch niks. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Gecondoleerd. Dank je, lief. Heeft u nu trek in een kop thee? Dat lijkt me heerlijk. En dan ruim ik het hier verder straks wel op. Oké. Gaat u mee? Dan zal ik u aan mijn man voorstellen. Hij heet Martijn. Martijn? Is uw man Nederlands? Ja. Ik heb hem ontmoet toen hij op vakantie was. Ik werkte in het hotel. Hij is gelijk 4 jaar gebleven. Dat is een lange vakantie. Ja. En uw zoon? Oscar. Die is daar geboren. Gaat u mee? Dan laat ik wat foto's van hem zien. Ja, gezellig. Hey, schat. Hi. Kom je even helpen, die zware tas. Dankjewel. De buurvrouw komt over een uurtje thee drinken. Half vier? Ja. Ja, ik ga zo dachten met Johan. Hey, jij zou toch Oscar van voor houden. Ben ik helemaal vergeten. Ik loop nog even terug. Buurvrouw? Buurvrouw? Ik mag wel Gerda noemen hoor. Oh ja, natuurlijk. Gerda. Wat is er aan de hand? Maya. Oh ja, dat was het. Maya. Ik was vergeten dat ik om 3:30 Oscar op moet halen. Oscar? Ja, mijn zoon. Heeft u een zoon? Ja, dat heb ik u toch verteld? Alles goed, buurvrouw? Ja, sorry. Ik heb het de laatste tijd wel vaker. Ik vergeet dingen. Mijn man is pas overleden en ik ben nogal in de war. Dan gooi ik de nieuwe krant bij het oude papier of ik ga op mijn sloffen naar de supermarkt. Nou, dat geeft toch niks. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Gecondoleerd. Dank je. Heeft u nu trek in de kop thee? Dat lijkt me heerlijk. En dan ruim ik het hier verder straks wel op. Oké. Gaat u mee? Dan zal ik u aan mijn man voorstellen. Hij heet Martijn. Martijn? Is uw man Nederlands? Ja, ik heb hem ontmoet toen hij op vakantie was. Ik werkte in het hotel. Hij is gelijk 4 jaar gebleven. Dat is een lange vakantie. Ja. En uw zoon? Oscar. Die is daar geboren. Gaat u mee? Dan laat ik wat foto's van hem zien. Ja, gezellig. Oh ja, natuurlijk. Gerda. Wat is er aan de hand? Maya. Oh ja, dat was het. Maya. Ik was vergeten dat ik om 3:30 Oscar op moet halen. Oscar? Ja, mijn zoon. Heeft u een zoon? Ja, dat heb ik u toch verteld? Alles goed, buurvrouw? Ja, sorry. Ik heb het de laatste tijd wel vaker. Ik vergeet dingen. Mijn man is pas overleden en ik ben nogal in de war. Dan gooi ik de nieuwe krant bij het oude papier of ik ga op mijn sloffen naar de supermarkt. Nou, dat geeft toch niks. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Gecondoleerd. Dank je. Heeft u nu trek in een kop thee? Dat lijkt me heerlijk. En dan ruim ik het hier verder straks wel op. Oké. Gaat u mee? Dan zal ik u aan mijn man voorstellen. Hij heet Martijn. Martijn? Is u wel Nederlands? Ja. Ik heb hem ontmoet toen hij op vakantie was. Ik werkte in het hotel. Hij is gelijk 4 jaar gebleven. Dat is een lange vakantie. Ja. En zo, Oscar. Die is daar.
Gaat u mee, dan laat ik wat foto's van hem zien. Ja, gezellig. Ja.